Humor is de reddingsgordel in de rivier van het leven. Een vondst als deze en nog vele andere registreerden we tijdens het Nationale Standwerkersconcours in Scheveningen. Ruimte moet deze plant hebben. Deze plant moet levensruimte hebben. Net zo goed als wij dat moeten hebben. Moet deze plant dat ook hebben. Nou gaan de dames thuis stofzuigen, doen ze thuis dit. Ze zuigen thuis alleen maar stevig vuil op. Broodkruimels, koekkruimels, zand. Ja, heeft u nou een draadje thuis? Wat gaat u doen? Nou, u pakt het monster eraf. U gaat bukken thuis en u ligt thuis zo touwen over de vloerbedekking om die rotzooi eraf te halen. En over een paar personen, het zijn mijn laatste. Geef er een keer 9, 8, 7, 6, geef er een keer 25 op. En dames en heren, ik kan u erbij vertellen, dat is een klok, daar kan uw man mee zwemmen. Helaas kan hij er ook mee verzuipen, maar daar kan ik niks aan doen. Hier doen we bij van 25 gulden. Nou, dan wil ik er nog één keer meer dan voor. 4, 3, geef er 22 handen, vraag dan maar. U kan zwemmen, anders krijgt u gratis een zwemkaart erbij met 10 lessen. De kaart betalen wij, de lessen betaalt u zelf, hè? Maar ik ga nog één keer meer dan voor 22, voor 20 gulden. Eén persoon geef er 20 gulden, vraag dan maar. Het zijn van die praatjesmakers, hè? Jongens, moet je nooit geloven, die liegen altijd, laten we eerlijk wezen. Maar deze? Nee hoor. Mijn dames en heren, we hebben hier een monster. Een gat, dames en heren, over de hele breedte. Schoonmaken doet hij ook over de hele breedte. Toen zei die dames, nou dat is mooi. Hij kan het nooit liegen, want ik zie het gewoon met mijn eigen ogen. Kom nou mensen, vraag zeg maar, kun je eenmaal krikker is voldoende. Reken maar 50 gulden. Pak hem maar beet, geef maar 50 gulden. Niemand er voor mij? Ja, dan moet ik u teleurstellen. Dan moeten we deze weer even bewaren. Gelooft u me, een kindje kan er was doen. Ja, mochten er onder u zijn die nog geen kindje hebben, maar wel willen. Nee, nee, nee. Nee, mijn jongste broer. Mijn jongste broer. Wou u van mijn jongste broer? Ja, kijk. Het grootste theater, dat vindt u op straat, gelooft u dat van mij. Want de humormensen, die ligt bij de weg.